Dat is direct een stuk donkerder. Ja, hey. Dat is het donkerste dat ik kan in mijn raam. Ja, ja. Ja. Zit er een kleur bij die een beetje identiek is? Het is een beetje een identieke structuur, hè? Ik ben Astrid, ik ben van opleiding restaurator en werk nu bij Musea Brugge. Ik heb een opleiding kunstlazenier en avondschool erop zitten. De bedoeling van het traject is echt om dieper in te gaan op de historische materialen en technieken van glas- en loodramen. En ik hoop in deze 2 jaar dat wij samen dat traject hebben heel veel kennis te vergaren om dat te kunnen toepassen in mijn job en dan later toe. Mijn grote droom is om zelf een atelier op te starten. Het is al beter, hè? Kijk, ik kan er misschien toch wel. Ziet, ik heb nog niet over. Ja, maar als je nu profieletje zet, ga je dat niet zien. Ja. Zie, en hier mag je nu een loodje steken. Drie of? Drie steken? Twee. Kijk, dit keer twee. Twee. Dit is twee karretjes overlappen. Ja, goed. Ik ben Leo Kruil, glazenier van de opleiding. En mijn hoofdberoep is eigenlijk het klassieke en het figuratieve brandschilderwerk, ook glas en lood. Dus moet je dus kunnen tekenen, ontwerpen, toch de ziel verstaan van het beroep, van het métier. Dus dat is een specifiek beroep met een grote diversiteit. Ondertussen geef ik 32 jaar avondles en ik hoop dat ik de nodige kennis kan overbrengen. We gaan zien in bepaalde gevallen, moet ik een schabloontje geven. Soms durft er daar een klein beetje een ronding in zitten. Ik weet niet of je het gezien. Hier zet je met een klein beetje een kantje hier. Kan ik hem een schabloontje draaien.